vol met water! Hey, welkom in het Studio 100 Theater. Ja. Vandaag brengen wij een fantastische show. Ja, wij brengen een bombastische slow. Nee, wij brengen een fantastische show. En dat doen wij niet alleen. Ah, nee? Ah, nee. Zometeen komen er twee dolle vrienden naar hier. Brandweerman Bill en meneer de burgemeester. Oh, dat is wat knap, hè. Ja, kijk, maar Marie, ja, ik wilde eigenlijk nog een beetje lezen in mijn boekje. Oh, jij wil in je boekje lezen? Ja. Ja, maar ik weet wel waarom, hoor. Ah ja, waarom? Omdat jij dat boekje hebt gekregen van Bobientje. Ah ja. Oh, en het gaat over een bevercomfort. Nee, jouw boek gaat over een wereldrecord. En een wereldrecord, dat is iets heel erg bijzonders. Dat is iets waar één iemand op de wereld het allerbeste in is. Oh, dat is zo heel echt waar, zo. Samson, ik beloof dat jij zo meteen nog een beetje mag lezen in je boekje. Ah. Maar nu is het tijd om onze allereerste vriend erbij te halen. En geef hem een daverend applaus, want hier is brandweerman Bill! Dag, laatjes! Dag, meneer de brandblusser! Dag, Samson! Zeg, wat is er? Oh, Marie, ik ben zo sip. Echt waar? Ben jij een kip? Nee, Samson, ik ben sip. Waarom? Oh, Marie, gisteren was er een groot feest in de brandweerkazerne. Een feest? Dat is toch leuk? Wij zijn dol op feestjes. Ja, 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 maar iedereen moest een act doen. En dan? Oh, Marie, iedereen was zo goed. Joep, die kon met drie brandblussers gooien. Met drie? Ja. Wow. En Karel, die kon een vuur doven met zijn mond. Ah. Met zijn mond? Ja. Amai, Karel. Wow. En Rosalie. Oh, Rosalie, die deed een dance act met een brandweerslang. Met een echte brandweerslang? Ja. Wow. En wat heb jij gedaan, meneertje brandblusser? Ik wou aan iedereen laten zien dat ik tot 10 kon tellen. Wow! Maar ik was de 7 vergeten. Oh, en iedereen heeft me uitgelachen. Ja. Oh, Marie, ik kan helemaal niks. Maar nu is meneertje brandblusser zo'n beetje helemaal verdrietig zo. Verdrietig? Ja, maar je moet toch niet verdrietig zijn? Alleen. Jij kan toch ook van alles? Ja, zoals wat? Ja, Samson, zoals wat? Jij kan. En jij kan ook. Jij bent een hele goede vriend. En dat is ook belangrijk, hè, Samson? Ja, want jij bent een van onze beste vrienden. Samson en Marie, dat is zo lief van jullie. En wij kennen nog een hele goede vriend van jou, hè? Ja? Zullen we die er meteen bij halen? Ja. Geef hem een daverend applaus. Hier is de enige echte burgemeester! Yeah. En alle die gekomen zijn, proficiat, en alle die niet gekomen zijn... Proficiat! Dag, meneer de burgemeester! Burgemeester! De beelden van die... Nee, burgemeester, bent u een beetje zenuwachtig? Ik, hoe bedoel je? Hoe bedoel ik? U staat helemaal te beven op uw been. Ja, je zou verminderen, Marie. Kijk eens wat er in de krant staat. Hier, lees. Hier? Ja. Burgemeester Paaltjes en het eigenhandig kat uit boom op dorpsplein. Ja! Wow, die Paaltjes! Maar meneer de burgemeester... Ben jij daarom zo zenuwachtig? Zenuwachtig, ja natuurlijk, Samson. Die Paaltjes, die staan bijna elke week in de krant. Ja, klopt. Ja. Ik wil ook wel eens in de krant komen, hè. Dat is belangrijk als burgemeester. Ja. Maar burgemeester, waarom gaat u dan niet gewoon in de krant staan? Zo, hopelijk. Oh, jongen. Zo eenvoudig is dat toch niet? Nee. Je moet daar wel iets voor verwezenlijken. En wat ga jij dan doen? Ja, ik kan... Ik kan helemaal niets! Burgemeester, maar ik snap u hoor, want ik kan ook helemaal niks! Zeg maar, jullie moeten niet huilen, hè? Oh, nee! Nee, of toch niet hier? Ga dat daar maar een beetje vol, daar. En dan beuren Samson en ik jullie zo meteen wel op. Daar! Ja.
moeten wij nu doen? Ja, ik heb een goed idee. Ah. Samson, als ze hier allemaal bij het volgende liedje heel erg luid meezingen, ja, dan gaan de burgemeester en Bill dat sowieso horen, ja, en dan gaan ze niet meer verdrietig zijn. Ah, nee. Zingen jullie allemaal mee met het volgende liedje? We gaan naar zee, naar zee, en iedereen mag mee. Kom, stap maar in ons busje, want met twee is maar met twee. We gaan naar zee, naar zee. En hier? Ja? Ja, onze vrienden zijn hier nog niet. Nee. Mag ik dan zo'n beetje in mijn boekje lezen zo? Samson, jouw boek. Ja? Ja, maar dat is de oplossing, hè. Eh? We moeten meteen onze vrienden erbij halen. Burgemeester! Bill! Ja! Ja! Maar jullie moeten niet meer huilen, want wij hebben de oplossing. Ja? Ah ja? Vrienden, waarom breken jullie geen wereldrecord? Kijk, Samson die heeft van Bobientje een boek gekregen. En dat staat boordevol wereldrecord. Burgemeester, als u zo'n wereldrecord breekt, dan komt u vast en zeker in de krant, hè. En Bill, als jij één breekt, dan zal niemand van de kazerne jou nog uitlachen, hoor. Denk je? Zeker. Oh, Harry, dat is een schitterend idee. Dat is inderdaad een schitterend idee. Hé, hey, dat bruintje zal ik even plussen. Wacht even. Jij zal geen wereldrecord verbreken. Ik zal dat doen. Ik weet al welk wereldrecord jij zal verbreken. Ja. Dat van alleroudste burgemeester ter wereld. Bam, dat zal jij verbreken. Weet je welk wereldrecord jij zal verbreken? Wat? Dat van allerlompste brandweerman van de hele wereld. Oh, dat zal jij verbreken. Oh, ja, ja. Oh, dat is slim. Ik ben beter dat ik dat kan zeggen. Dat jij een beetje wat dingen zal verbreken. Stop daar nu mee. Het maakt toch niet uit wie er begonnen is. Dat is hier toch niet het wereldrecord ruzie maken, zeker? Oh, staat er maar nog aan. Ja, ik zie hem nog. Jullie kunnen alle twee een wereldrecord breken. En Samson en ik, wij zullen alles in goede banen leiden, toch? Ja. Samson, ja? Mogen wij dan eens even in jouw boekje kijken? Oh ja, zo. Ah. Oh. Hé. Hey. Ja, nee. Omdraaien. Wat? Omdraaien. Oh. Oh. Omdraaien. Omdraaien. Het boek omdraaien. Ja. Ah. Oh. Hier staat het. Kijk. In 1876 verbruikte Italiaan Carmelo Cacao. Carmelo Carbonara, het wereldrecord spaghetti eten. Ja, hij slaagde erin om in 30 minuten tijd 10 kilogram spaghetti te verorberen. Ja. Zeg, zo moeilijk kan dat toch niet zijn? Hé, hey, ik ben dol op spaghetti. Ik ga me meteen voorbereiden. Dat bruintje zal ik even blussen! Ik ga me ook een beetje voorbereiden. Ja. Ja, Bill, wacht eens. Bill! Bill! Kippenbill! En wat gaan we nu doen, Marie? Wel, Samson, terwijl zij zich voorbereiden, kunnen wij net zoals Bill... Bruintjes blussen! Verbreken wordt een eitje. Eh? Een eitje? Maar ik zie helemaal geen eitje en ook geen kip. Nee, nee, dat van dat eitje is een spreekwoord, hè. De burgemeester gaat dat even uitleggen. Dat eitje moet in de... En dan, ja. Wanneer iemand zegt dat iets een eitje wordt, hè, Samson, dan wil die persoon zeggen dat het gemakkelijk wordt. Ah, ja, de burgemeester. Ja. Marie, ja? Ik ruik heerlijk aan spaghetti. Ah, ja. Mag ik daar even van proeven? Oh, dat denk ik niet. Eh? Nee, ik denk dat die spaghetti voor het wereldrecord is. Ja, Samson, het spijt me, maar Marie heeft gelijk. Hè. Zeg, dit record verbreken wordt een fruitje van een cent. Goh, dat bruintje zal ik even plussen. Klok er dan maar bij. Want voor dit wereldrecord moeten jullie 10 kilo spaghetti eten binnen het half uur. Dus jullie krijgen 29 minuten om dat te doen. Samson, ja? Tel jij met iedereen hier af? Oké, Marie. Iedereen klaar? Ja. Yep. Yep. Oké, hier gaan we dan. 3, 2, 1, ja. Wakker. Die spaghetti is vies. Ik sta
alleen de spaghetti van mijn huishoudster. Ja, en ik heb deze ochtend al te veel pannenkoeken gegeten, dus ik heb eigenlijk helemaal geen honger meer. Ja, dan is jullie eerste poging mislukt. Ook inderdaad, maar weg, daar hebben we nu niks meer aan, hè. Oh. Zeg, Bill, jij hebt niet eens een hap genomen van je spaghetti. Nee, Marie, ik weet het, maar... Samson, ja? Jij had toch zoveel zin in spaghetti? Oeh, oh. Jij krijgt mijn pot. Alsjeblieft, dank u. Goed idee. Samson, je krijgt mijn pot ook. Dank u. Die Samson heeft vandaag zeker nog geen eten gekregen. Je mag hoort dat die Marie hier in je pin is. Hela. We gaan eens in dat boek kijken en vinden we een ander wereldrecord op de Samson, mogen we jouw boek nog even lenen? Nou, waar moet ik nog mee, man? Ja, volgens mij is dat ja. Ja, dat is een ja. Doei. Ha. Die eerste poging al mislukt. Dat is altijd iets met onze vrienden, hè, Samson? Samson? Hallo. Wij zijn hier toch niet om spaghetti te eten? Wij zijn hier toch om... liedjes te zingen! En ik denk, Samson, dat ze dit liedje... Ja, de juiste outfit. Ja? Ja, want wij weten wat wij gaan doen. Oh. Ja, voilà. Ja, omdraaien, hè. Omdraaien. Ja. Kom aan, zeg. Neem het je niet aan om een uur te wachten. Kom, omdraaien. Ja. Ah. In 1993 verbrak de Brit Jack Jupri. De Brit Jack Jupri. Wow. Hij ook. Het wereldrecord hoogspringen met een hoogte van 245 centimeter. Ja, dus het enige wat wij moeten doen is 246 centimeter hoogspringen en pam, pam, wereldrecord verbroken. Bij de krant, ja. En dan kunnen we tegen Jack Jumper zeggen, bye bye baby, hey, paaltjes inpakken. Zullen ze niet meer met mij lachen, dan roep ik gewoon, kazerne! Inpakken! Pap, 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 pap! Maar hoe weten we nu hoe hoog ze zullen springen zo? Wel, Samson, met dit. Want dit, lieve vrienden, is een automatische meter. Amai. Daar mogen jullie zo meteen gaan voor staan. En als jullie dan springen, dan zal die meter automatisch laten zien hoe hoog jullie gesprongen hebben. Oh, geweldig. Chique. Dan zal ik als eerste springen. Natuurlijk, goed idee, burgemeester. Wacht even. Oh, meneer de burgemeester, maar ga jij zo hoog springen zo? Ja, natuurlijk, Samson. Ik wil alleen even kijken of het plafond hier wel hoog genoeg is. Overdrijven! Marie. Je zal het wel zien. We zullen het zeker zien, burgemeester, want de meter die liegt niet. Hey. Samson, tel jij opnieuw met iedereen af? Ja, Marie. Iedereen klaar? Ja. Ja. Oké, hier gaan we dan. 3, 2, 1. Ja. Ja! 246 centimeter hoog! Pam! Wereldrecord verbroken! Shake it, baby! Shake it, baby! Oh, Marie! Meneer de burgemeester heeft een beverconfort! Wereldrecord, maar natuurlijk niet! Ja, nee, shake it, baby! Dan is stop it, baby! Kijk even wat er staat. Kijk even goed. Ik zal het u zeggen, hè. Er staat 24,6. Toch geen 246! Ja, dat! Deze poging is mislukt! Oh. Burgemeester, ik zal even laten zien hoe het moet. Hou het boek vast? Ja. Ja. Oké. Okay. Uit de weg, Marie, voor ik op jou spring. Oké. Okay. Iedereen klaar? Ja! Oké, hier gaan we dan! 3, 2, 1, ja! Oh, valse start. Even opnieuw. Oké. Okay. Ja! Sorry, gewoon even nog een keer. Oké. Ja, hoe zit het, jongen? Ga je nu nog springen of niet? Oh, ik durf niet. Oh, jij durft niet? Nee, Marie, ik heb hoogtevrees. Meneer de brandblusser,
En is dat lekker zo? Hoogtevrees? Oei. Hoogtevrees? Ja. Dat wil zeggen dat Bill bang is van hoogtes, hè? Ja. Zeg, maar hoe kan dat nu? Jij bent toch een brandweerman? Jullie klimmen toch op de ladders en zo? Wow, Marie, ik klim nooit op de ladders en zo, hoor. Nee, ik sta altijd onderaan de ladder om de ladder vast te houden. Dat is ook belangrijk. Ja, belangrijk, maar ook jouw poging is mislukt. Oh, shit. En na al die mislukte pogingen, hè, krijgen jullie van mij nog één kans om een wereldrecord te breken. En als het dan niet lukt, dan zullen jullie toch iets anders moeten zoeken, hoor. Ja, kom. Bill, we vinden wel iets in dat boek. Ja, het volgende record zal het mijne worden. Oh, dat brandje zal ik even blussen. Ja! Ja, brandjes blussen, maar het zal niet van op een ladder zijn. Kan toch niet, hè, Samson? Een brandweerman met hoogtevrees. Samson? Hey. Hallo. Je hebt het druk, hè? Ja, oma Marie, maar die spaghetti die is zo heerlijk. Dat geloof ik, maar heb je tussen al dat eten door toch nog tijd om een liedje te zingen met... Ja, Marie! Mooi deze. Ja, wow. Ik ging vragen wat jullie volgende poging wilt, maar ik heb precies al een idee. Samson en Marie, wij gaan... Gewicht heffen! Ja. Leg, wit is die in je broekje, hè? Kom. Liever in het boekje dan in het broekje. Kom. Ah, hier staat het. In 1698 wonde... Wacht even, Annie. Dat is even fout. Verbruikte hier Danny Dumbel. Nee, jongen. Ben jij weer fout? Danny Dumbel. Oh. Ja. Die verbruikt dus het wereldrecord gewichtheffen met 999 kilogram. Ja, zeg. Oh. En daarom hebben wij gezorgd voor die. Jullie hebben gezorgd voor gewichten van 1000 kilo. Yes. Ja, maar Marie, wat is dat niet zo'n beetje heel veel, 1000 kilo? Samson, 1000 kilo, dat is waanzinnig veel. Ja. Vrienden, en? Hallo, dat gaat nooit lukken, hoor. Hé, hey, Marie, je zal wel zien. Zeg, dat pruntje zal ik even... Plussen! Voorzichtig! Ja, maar ik wil wel graag dat gewicht. Waarom? Die twee gewichten zijn toch hetzelfde? Ja, maar je maakt je daar maar niet druk over. Ik ben toch... oersterk! Ik verbreek zo dit wereldrecord. Voilà. Ja, nu, dan mag jij hier staan. Okay, dan mag jij beginnen, burgemeester. Ja, okay, Samson, tel jij opnieuw met iedereen af? Ja, Marie. Iedereen klaar? Ja. Oké, hier gaan we dan. 3, 2, 1, ja! Meestal laat het toch aan de echte sterke mannen over. Ah, jongen! Pardon. Oké. Ja. Oh, Marie, maar kijk. Jij bent echt heel sterk. Ja. Wow. Ik heb een wereldrecord. Ah, ik heb een wereldrecord. Hey, zeg maar, wacht eens even. Oh. Want volgens mij, hè, is dit een nepgewicht. Oh. En heeft Bill vals gespeeld. Oh. Bill, hè? Hoe durf je? Oké, ik verken, ik heb vals gespeeld. Maar ik wilde niet dat ze me nog langer uitlachten. Oh, zijn jullie nu boos? Boos? Natuurlijk zijn wij niet boos. Oh. Maar Bill, zo'n wereldrecord, dat breek je toch niet door vals te spelen? Nee. Ook deze poging is mislukt. Oh. En als ik heel eerlijk ben, hè, dan denk ik ook dat zo'n wereldrecord breken er voor jullie vandaag niet meer in zit. Hoor. Nee, dat denk ik ook niet. Ik zal iets anders moeten bedenken om in de krant te komen. Ja, zeg maar, van al die recordpogingen heb ik wel honger gekregen, hoor. Ah, maar misschien kan je nu aan je spaghetti beginnen. Ah, ja. Oh, Samson. Oh, waar is al die spaghetti? Op. Alles is op.
alles op, maar ja. Dat waren twee potten van 10 kilo. Dat is samen 10 plus 10. Wacht, nu heb ik laten zakken, nu heb ik een onthouden. 1 plus 10. Hey, dat is. 10 plus 10, dat is samen. 20 kilo! Ja. Zeg, hey, maar laat die klok nog eens zien. Samson, ja? Jij hebt 20 kilo spaghetti gegeten binnen de 29 minuten. Wow. Dat wil zeggen dat jij een wereldrecord hebt. Man, is dat heel echt waar? Echt waar. Wappie! Oh, Bobbietje, die gaat zo heel fier zijn op mij. Ja, en Bobbietje niet alleen, hè, want ik ben ook apetrots, want wij hebben nu een wereldrecordhouder in ons dorp. Die vrienden, wat zal die paaltjes jaloers zijn? Zeg, en in de kazerne zullen ze niet langer met mij lachen. Allee, mijn beste vriend heeft een wereldrecord. Ga je samen staan, dan kunnen we een leuke foto maken en dan kan ik die op het internet zetten, zodat iedereen kan zien dat ze een wereldrecord hebben. Ja. 1, 2, 3. Voilà. Oh. En ik, voilà, ik heb de foto meteen gepost. En om te vieren dat Samson een wereldrecord heeft, zingen wij allemaal samen een liedje! Wat een fantastisch einde van deze show, want dit was ons laatste liedje. Oh. Bedankt dat jullie erbij waren. Maak er nog een mooie dag van in Blopsaland. En hopelijk tot de volgende keer. Dag! Ja.